Stil te passen. Ja, ja. Welkom bij Topneems. De gast is Nalde. Nalde, je was een jaar of 2,5 geleden. Bijna 3 misschien wel. Misschien wel 4. Nou, 4 kan niet. Dat kan niet. Want in mei zijn we 3 jaar geleden de eerste uitzending gedaan. Maar rond die tijd was je bij ons de gast. Hebben we gesproken over je bedrijf WeTransfer. WeTransfer, de dienst die het eenvoudig maakt voor mensen om grote bestanden met elkaar uit te wisselen. Laten we even die 2 jaar of die 2,5 jaar overbruggen. Hoe gaat het nu met WeTransfer? Ja, we gaan eigenlijk wel fucking lekker. En wat betekent dat? Dat betekent dat het team enorm aan het groeien is. En dat kan alleen maar omdat de business enorm aan het groeien is. En we zijn sinds kort profitable. Dus dat is heel erg een prettige positie. En heel erg eigenlijk onwerkelijk om in te zitten. Ja, en je zegt van, het team gaat goed, de business gaat goed. De meeste klanten van jullie kunnen gratis bestanden uitwisselen. Ja. Op de achtergrond krijgen we dan mooi vormgegeven advertenties. Dat is nog altijd de uitdaging inderdaad. Is het een uitdaging? Het blijft een uitdaging om ze mooi te maken. Maar wij houden onze service gratis door het laten tonen van advertenties. En die proberen we zo mooi mogelijk te maken. En daarnaast hebben we een betaalde abonnementservice. De premium accounts. Ja, WeTransfer Plus, waarbij je iets meer features krijgt. En daar betaal je maandelijks 10 piek voor. En hoe zit de verhouding tussen de inkomsten, tussen advertentieinkomsten en premium? Nou, ik denk dat je moet denken aan 60% advertising en 40% plus abonnementen. Oké. Okay. Ja. En je zei net bij je eerste zin, het gaat heel erg goed en het was onwerkelijk, zei je. Waarom? Ja, het is best wel onwerkelijk. Je bent dit bedrijf toch gewoon begonnen met het idee dat je er op een gegeven moment geld aan zou gaan verdienen? Nee, het is eigenlijk ontstaan als een soort naïeve grap. En langzamerhand is al heel snel gegroeid van wow, dit is serieus, mensen gebruiken dit en hier kun je een business uit van maken. En het was eigenlijk de afgelopen 3 jaar steeds proberen bij te benen met de groei, met het soort van succes. En ik denk dat we het afgelopen jaar echt een beetje stabiliteit gevonden hebben in het team en zowel het soort van infrastructuur eigenlijk op een positie zijn waarin we proactief kunnen zijn. En ja, weet je, we zijn profitable geworden. En dan kun je dus ook eigenlijk vrij denken over wat ga je doen met marketing en wat ga je doen om je groei te stimuleren. En dan focussen we met name op de US natuurlijk. Waarom we naar Zuid-Zuidwest gaan. Nou, daar komen we zo direct dan eventjes op terug, want je bent er al. Ik maak die bruggetje is goed. Je zegt van we verdienen nu geld. Ja. Even voor het beeld van mensen. Je hebt nooit met investeerders gewerkt bij mij. Nee, het is nog allemaal eigen geld, eigen kracht, eigen energie, eigen verdriet. Ja? Vertel eens even, want wij hebben andere mensen. Ik zie altijd mensen worden gefeliciteerd. Van je hebt een investeerder gevonden. Iemand anders die natuurlijk stuk van jouw bedrijf wil. Ja, waarom heb jij nooit voor gekozen? Investeerders kunnen aan de ene kant heel behulpzaam zijn. Wij daarentegen hadden zoiets van we gaan het proberen op eigen kracht. Ook omdat we een werkend businessmodel hadden vanaf het moment dat we begonnen. We hadden heel snel bepaalde klanten, merken die wouden adverteren op de manier zoals wij dat aanbieden. Waardoor we de servers gratis konden houden en draaiend konden houden. Dat zijn heel veel momenten geweest waarop we op zoiets hadden van net wel, net weer niet. Misschien zijn we morgen broke. Ja. Ja, zo spannend is het wel geweest. Ja, zeker. Maar vooralsnog is het altijd goed gegaan. En ja, investeerders. Hartstikke leuk, maar geloof me, het praat een stuk makkelijker met investeerders als je gewoon een succesvol winstgevend bedrijf hebt. Ben je nu met investeerders aan het praten? Nou ja, er zijn heel veel partijen geïnteresseerd en we zijn heel erg aan het rondkijken van waar wij ons goed bij voelen.
Ja, en dan, wat is dan de belangrijkste reden om nu dan alsnog extern geld binnen te halen? Omdat je wil versnellen? Je kan denken aan versnellen, een soort van acceleratie in team, in bijvoorbeeld je sales people. Want met hoeveel mensen zit je nu? We zijn nu alweer met zo'n 20 mensen. Oké. Bijna 20 moet ik zeggen, maar 20 is naar boven afgerond. En je zei net, we verdienen geld over het vragen mensen ook op Twitter. Wat voor omzet maak je dan ongeveer nu? Ja, daar mag ik officieel geen uitspraak over doen. Dat hebben we intern besloten. Oh. Je moet niet met die mensen mee. Jij hebt gewoon deze toko gestart. Ik heb het samen met die mensen gedaan. Die mensen heb ik ook heel hoog zitten. Maar die rekeningen zijn hoog genoeg om de gigantische kosten te kunnen betalen. Want het kostte ook wel wat om zo'n service te laten draaien. Kijk, als 20 mensen werken en je kan, dus je kan een beetje mensen kunnen een rekensommetje gaan maken. Maar het gaat denk ik. Die kosten zitten bij de hosting bij Amazon Web Services. Daar zijn we ook heel blij mee. Ome Werner is hartstikke lief voor ons. Maar het kost aardig wat, want we dealen met petabytes. Ja. Nou, als je naar de website gaat van Amazon Web Services, dan heb je daar een heel mooi formulier. En als je daar begint met petabytes invullen, krijg je een beetje een idee wat onder andere onze maandlasten zijn. Ja. Ja. Dus het kost een paar Model S Tesla's per maand, maar dan heb je ook wat. Je rijdt er één, toch? Jij of niet? Was het maar zo. Ah, dacht ik. Maar dat is alleen Vincent Evers in Nederland die met laat zien in ieder geval. Nou, ik dacht dat hij altijd op zo'n raar... Of zo'n wiel, met die twee wieltjes rijdt. Hè? Hoe heet dat ding ook? Ja. Een Segway. Een Segway, ja. Voordat jij met WeTransfer begon en andere dingen die je doet, was je een van de mensen die met je blog, waar je een soort van trendwatcher was, waar je aangaf wat er leest in bepaalde kringen, et cetera. Ja. In die tijd, je was een heel succesvolle blogger. Zeker. Maar laten we daar duidelijk zijn, trendwatcher heb ik mezelf nooit genoemd. Nee, maar andere mensen hebben je dat wel eens ingezien. Ja. Krijg je opgeplakt. Ja. Opgeplakt. Ja, mijn vraag is eigenlijk meer van... Hartstikke leuk ook. Van die tijd zat je daar. Nu ben je heel erg een belangrijk... Dat is het belangrijkste wat je doet, is, neem ik aan. Althans, maar je legt het maar uit als het anders is. Is met WeTransfer bezig. En waar zit voor jou de kick op dit moment, wat je aan het doen bent? Nou, met name leuke partnerships sluiten om de groei te ondersteunen in Amerika. Dat is fantastisch. Veel reisjes. leuke mensen ontmoeten. Het is te gek. Ja. Het is überhaupt super bijzonder en fascinerend om te zien dat WeTransfer een werkwoord is geworden. Ja, dat gegeven alleen al vind ik bizar. Het klinkt niet eens lekker. Maar ik vind het super vet dat mensen dat als werkwoord gebruiken. En dat ze blij zijn met zo'n service. Dus er zijn nog zoveel uitdagingen die we kunnen doen met WeTransfer, weet je wel. En een van de meest relevante dingen, denk ik, waar we nu eindelijk... mee zijn opgeschoten is de iPhone-app. Dus eindelijk een app waarmee je makkelijk bestanden kan versturen vanaf je iPhone. Dus met name foto's en video's. Maar, en die zal voor South by Southwest al in de App Store zijn. Dus. Oké, dat is het nieuwtje van... hebben jullie weer een primeurtje. We hebben weer een primeurtje. iPhone-app. Ja, cool. Hey, internationale uitrol was 2 jaar geleden voor jou een hot issue. Ja. Volgens mij is dat heel behoorlijk gelukt. Kun je iets vertellen over waar het zwaartepunt van je business nu ligt? Dat is fascinerend, want de grootste gebruikersgroep zit in Frankrijk. Frankrijk? Ja, okay. Wonder boven wonder. Ik heb daar geen harde bewijzen voor, maar ik denk we werken daar met een paar toch wel invloedrijke partijen samen. Denk aan... ja, die populaire winkel. Tof. Dankjewel. Lekkere rode wijn dat ik nu de naam niet kan herinneren. Een populaire winkel. Door zo'n populaire Franse winkel. In Parijs. Colette inderdaad. Dankjewel, Frakkers. Ja. Dankjewel, Michiel Frakkers. En Sarah Frakkers. Van Colette, die is super fan van de servers. En die promoten we ook op de servers. En dan krijg je een bepaalde doelgroep achter je. En dat zorgt voor een bepaalde groei. Met adverteerders is het bijzonder moeilijk in Frankrijk. Dat zien we weer in de UK, in Engeland zijn we gewoon uitverkocht. Dus daar gaat dat weer heel goed. Die groei loopt ook heel, heel lekker. Maar het meest fascinerende vind ik weer dat de meeste gratis gebruikers van de service, gebruikers van WeTransfer uit Amerika, die upgraden supersnel naar een WeTransfer Plus account. Dus
ja, daarom nogmaals is de US voor ons het meest interessant. Want daar zitten qua conversie de meest betalende gebruikers. Nog even heel kort. De meeste van onze kijkers zullen WeTransfer wel eens gebruikt hebben. Wat is het verschil tussen een gratis account en een premium account? Nou, bij een gratis account heb je gewoon een hele stabiele, fijne, gemakkelijke service om bestanden mee te delen. Dankjewel. Waardoor je dus tot 2 gigabyte aan toe bestanden kunt uploaden en delen. Bij de betaalde servers is dat limiet verhoogd naar 5 gigabyte. Inmiddels 10 gigabyte krijg je een stukje opslagruimte erbij van 50 gigabyte. Wordt binnenkort ook 100 gigabyte. Password protected files en je eigen soort van omgeving. Je kan je eigen wallpapers uploaden, waardoor het toch wat meer soort van je eigen service voelt. Oké. Okay. Gewoon leuke upsides, waardoor je iedereen dat eigenlijk zou moeten doen. Hey, heb jij wel eens, toen jullie begonnen, ging het verhaal, oké, jullie maken het mogelijk voor mensen om bestanden uit te wisselen. Ja. Iedereen die met bestanden uitwisselen bezig is, krijgt vroeg of laat, meestal vroeg, te maken met rechten issues. Hebben jullie dat ook gehad? Van mensen die zeiden van, partijen die zeiden van, wat jullie doen nu eigenlijk is faciliteren dat mensen... Nou, dat is ook iets waar ik heel trots op ben eigenlijk, is dat we in die bijna 4 jaar, eigenlijk 3,5 jaar dat we nu bestaan, heel weinig voorvallen hebben gehad. Er zijn er enkele voorgekomen en dat we het verzoek hebben gehad dat we een file offline moesten halen. Dat hebben we ook meteen gedaan. En via takedown notice policy. Maar het leukste is dat partijen, toch wel traditionele partijen als muzieklabels, zoals Universal Music, grote platenlabels, bij ons aan het adverteren zijn. Terwijl we eigenlijk toch een soort ander beeld bij andere mensen, bij een bepaalde doelgroep oproepen. En we een hele hoge trustworthy factor hebben. Dus mensen hebben echt vertrouwen in het merk WeTransfer. Ja, dat zien we aan de adverteerders, maar ook aan onze gebruikers. En ja, daar ben ik eigenlijk heel trots op. Dat is heel knap. Er was toch wel wat discussie, hè? Met name toen Mega Upload uit de lucht gehaald werd. De Kim.com, et cetera, et cetera. Heb ik iets van meegekregen, maar distancieer ik me verder. Nee, maar toen werd jullie naam ook wel eens genoemd. Van ja, weet je, er zijn zoveel diensten waarmee je... Ja, ik denk natuurlijk wat wij waren anders... zij een portal waar die linkjes uiteindelijk... Maar wat hun hebben gedaan voor... kijk, hun businessmodel was ook advertenties en met name Google Ads. En dan ben je heel erg gebaat bij traffic en impressies genereren. Waardoor ze hun files, hun downloadable files, lieten indexeren door Google. Ja. Wij doen dat niet. Ja. Dus een file die gedeeld wordt, dat ligt eigenlijk bij de verantwoordelijkheid. Leggen wij bij de gebruiker. Die kan dat doen via Twitter bijvoorbeeld of via Facebook. En het allervetste, denk ik, het meest recentelijke mijlpaal die wij hebben gehaald wat dat betreft van iemand die dat doet, is Prins. Prins heeft gewoon een eigen nummer van zichzelf gedeeld via WeTransfer op Twitter. Ja, dan heb ik zoiets van fucking master, let's go. En wat gebeurt er dan? We zien een piek. Ja, maar goed, wat is die piek bedoel ik? Die piek is hoog. En dan krijg je een hoge rekening van Amazon. Dat ook, maar die incasseren we dan maar. Maar nee, ik bedoel, we zien heel veel... Het is fascinerend om te zien dat door dat soort kleine dingetjes je een kleine piek ziet in het gebruik. Vinden wij heel leuk. Dus dan zien wij van, wij moeten meer met die industrie doen. Wij moeten meer samenwerken, meer partnerships sluiten met bijvoorbeeld de muziekindustrie. Want dat is het type content wat wij... Onderzoeken jullie als dienst wat voor soort files mensen delen? Nee, we indexeren het niet. Dus privacy nemen we heel serieus. Dus jullie eigenlijk kijken niet is of een tikkeltje naïef. Jullie kijken niet of het een DVD-bestand is of een... We weten niet eens wie je bent. Ik bedoel, je hoeft geen account aan te maken. Dus je kan gewoon als een soort van... Ja, en adres wat je invult is geen gecontroleerd. Daarom. Ja. Dus nee, dat trekken we allemaal niet. Dat staat ook in onze Terms of Services. En wat wij wel zien is natuurlijk als mensen dat publiekelijk maken. Dus als je op Twitter dat deelt en we zien een WeTransferlink. Ja, vet. Dope. Hoe kunnen we je helpen? Misschien kunnen we iets leuks doen samen, weet je wel? Dus we zijn meer op zo'n manier bezig om partnerships te sluiten. Hey, maar wat leer je? Dus je weet niet wie het is, want je hebt geen account. Maar wat leer jij wel van wat mensen met elkaar delen? Welke ontwikkelingen heb jij gezien de afgelopen paar jaar? Ik leer met name dat mensen steeds meer delen. Ja.
Grotere bestanden dus? Of, nou, het is fascinerend. Je zei ook in het begin van het is een service om grote bestanden te versturen. Maar de gemiddelde grootte die men verstuurt ligt nog altijd rond de 90 MB. Nee. Dus het gaat mij denk ik meer... Bij ons ligt, zijn we veel meer gaan focussen op hoe kunnen wij de beste productivity tool worden. Weet je, hoe kunnen we het gemakkelijker maken om snel, shit eenvoudig, voor je te versturen. Ja. En met name in die ervaring, de user experience. En ik denk dat we daarop met een beetje geluk ook wel in geslaagd zijn om een hele fijne ervaring te creëren. Een laagdrempelige service voor mensen om te gebruiken. Dat is voor ons key en daar proberen we nog steeds altijd op te deliveren. Als ik naar mezelf kijk, ik gebruik het 9 van de 10 keer om keynotes te delen. Dat soort bestanden die gewoon, weet je al, 30 MB, 200 MB, dat soort groottes. Zulke grote keynotes heb je. Ja, dat is helemaal niks, toch? Ja. Twee filmpjes erin. Ja, een 30 MB keynote, man. Dat is helemaal niks. Nee. Maar weet je, dat is volgens mij het gros van het gebruik van mensen, toch? Ik denk zelf mailen. Veel foto's, maar ja. Oké. Zou kunnen. Maar je doet eigenlijk. Je weet het ook niet. We leven in de data waar ze zeggen van, weet je, als je weet wat de data zijn, dan kan je wat mee. Dat kan jij je weet verkopen. Het niet, maar de NRC wel? Nee, die ook niet. Nee. Hoe weet je dat zeker? Dat weet ik zeker, omdat die discussie al heel vaak bij mij is beland. En in interviews dat ook heel vaak is gevraagd. Maar nee, we doen niks met de NRC, Prism, al die shit. Ja. Ik bedoel, we kunnen ook niks. Je hebt geen account alles bij ons. Via Amazon, maar... Maar je maakt geen account bij ons. Je hebt geen account nodig om dingen te versturen. Dus je bent vrij anoniem in het verzenden. Weet je, we hebben puur de basic informatie die in Google Analytics je vertelt. Ja. Dus, en dat is in ware genoeg voor onze adverteerders, omdat we puur op landelijk niveau onze advertentieruimte verkopen. We kopen puur impressies per land. 50% daarvan geven we nog eens weg aan toffe initiatieven, aan de creatieve sector. Dus denk aan fotografen, illustratoren, toffe start-ups. En de andere 50% verkopen we gewoon aan merken. Voor heel veel geld ook, want ja, die moeten we gewoon betalen. Ja, nog even een vraag van Mark Koolbrugge. Ja, natuurlijk. Die vraagt in hoeverre jullie aan data-driven design doen. En dan bedoelt hij met name AB-testing voor conversie en dat soort dingen. Leg even uit voor wie er niet in thuis is. Dat leg ik net uit. Wat is dan AB-testing voor conversie? Dat kan je googlen. Ik ga het ook even uitleggen. AB-testing is dat je twee verschillende pagina's neerzet die op een verschillende manier opgebouwd zijn. Dat je kijkt op welke pagina mensen beter converteren en... Dat doen we met name voor ons. Ja, daar snap ik het. Ja? Dus we doen heel veel AB-testing voor ons, met name onze eigen advertenties voor WeTransfer Plus. Dus om te zorgen dat mensen upgraden naar een Plus-account en dus een betalende klant van ons worden. Daar hebben we verschillende advertenties voor. We zien daar wat het beste reageert, waardoor mensen uiteindelijk echt een betalende klant worden. Weet je? Sommige mensen haken ook af in het proces en... Op basis van die metingen proberen we dat te optimaliseren. Okay, Steven Goort vraagt zich af of white label concept wat bij jullie in beeld is. Je hebt dus nu het premium account en dan blijft het nog steeds duidelijk dat het een WeTransfer ding is. Maar denken jullie erover na om ook een dienst te maken dat ik niet meer zie dat het van jullie is, maar dat jullie technologie wel kan gebruiken om files uit te wisselen? Dat is een hele interessante gedachte, Stefan, want... Zo zijn we eigenlijk begonnen. In het eerste jaar van WeTransfer, toen ik net begonnen was, heb ik een white label verkocht aan een Russische partij, MTC. Dat is een soort van de Vodafone van Rusland. Maar dan met 3 miljard dollar omzet per maand, of per kwartaal. Vrij interessante partner dus. Ja. En daardoor hebben wij eigenlijk onze eerste jaar kunnen bekostigen van WeTransfer. Dus we zijn daarmee begonnen eigenlijk. Maar we doen dat niet meer. Nee. We zien veel meer potentie in het schaalbare model van subscriptions. Het freemium model als het ware. Weet je, je zorgt dat je een heel goed gratis product hebt. En een x-percentage van die gebruikers zal hoe dan ook meer willen. Die bied je een pakket van features aan waarvoor ze moeten betalen. Dat doen ze. En daar heb je een heel succesvol businessmodel. Helemaal niks nieuws. Evernote doet het
predik daar al jaren over en dat werkt hartstikke goed. Zij doen eigenlijk, ik zou niet willen zeggen nog beter, maar wat zij hebben, is de kracht is, in jouw geval zeg je van, je hebt bij hun, voor wie Evernote niet hebt, je slaat daar persoonlijke files, et cetera, op. En je hebt een bepaald gedeelte, waardoor je daarna de premium gaat op een gegeven moment. Ja. Is tegen die tijd heb je zoveel, is het gratis gedeelte vol, zeg maar. Is je harde schijf is vol. Dan ben je zo gehecht aan de dienst, dat je wel overstapt. Dus bij jullie zou ik eigenlijk willen zeggen, vind ik het nog bijzonderer dat die mensen overstappen. Ja, want dat is eigenlijk niet nodig. En het bijzondere daarvan is dus, vind ik, dat heel veel mensen behoefte hebben aan hun eigen plaatjes. De branding is denk ik heel vaak verleden. Dus toch het soort van het zorgen dat het eruit ziet alsof het je eigen ding is, dat zorgt ervoor dat heel veel mensen willen betalen voor iets. Dat is een heel interessant gegeven. Ja, heeft je dat verbaasd? Ja, heeft mij heel erg verbaasd. Ik dacht dat het veel meer zou zijn op soort van features zoals... Sneller, meer, opslag. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, je hebt ook een regelmatig bezoeker van South by Southwest. Dit wordt mijn tweede keer. Tweede keer? Ja. Dan was je vorige regelmatig. Ja. Nou, laten we zo zeggen, er zit regelmatig. Vanaf dit jaar ben je een regelmatig bezoeker. Vorig jaar was je voor het eerst. Ik had mijn research beter moeten doen. Ik was bij jullie aan tafel. Volgens mij heb ik het daar gezet. Daarom. Was dat zo? Ja, hij was bij ons aan tafel. Dat weet ik wel, maar dat je het gezegd. Sorry. Oké, gaat lekker zo. Vorig jaar was je... Voor het eerst op South by Southwest. Knip het even uit. We hebben het nog over gehad, hè, toen je bij ons aan tafel zat. Wat je ervan vond. Ja. Je gaat dit jaar weer, dus blijkbaar ook toen je er een paar maanden later nog eens over nadacht, is het een plek waar je wil zijn. Ja, het is een must be. Het is Koninginnedag, keer 6. Maar Koninginnedag vind ik niet zo leuk. Nee, dat moet je mij laten uitpraten. Het is wel Koninginnedag met de juiste mensen op dezelfde plek. En dat is super interessant. Ik bedoel, je staat met toffe mensen in de rij voor een feest. Al zou je in de rij staan. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar staat, je komt overal interessante mensen tegen. En het zij investeerders, het zij gewoon engineers, maakt niet uit. Er is hoe dan ook, zal er een effect zijn, een positief effect op je business. Daar ben ik van overtuigd. Of dat in de media komt of niet, dat boeit me eventjes niet. Maar heeft hoe dan ook een positief effect voor je business. Zeker. En dat heeft gewoon te maken met wie je tegenkomt. Wie je tegenkomt, de vibe, de energie die daar leeft, de opportunities die je ziet. Het is crazy. Het kan heel snel gaan. Het kan zomaar leiden tot een verkoop. Het kan zomaar leiden tot een talent acquisition. Het kan leiden tot dat je zoiets hebt van... fuck it, ik moet met mijn product een hele andere richting op. En dat je dan wel profitable wordt. Ja. Of niet, maar dat is ook duidelijkheid. Ja. Maar als jij nou zelf kijkt, wat heb jij vorig jaar aan gehad? Ik heb heel veel goede contacten opgedaan, zeker. En nog beter, ik heb heel veel bestaande contacten nog beter leren kennen. Dat is ook belangrijk. En je zei van Amerika is voor ons een belangrijk land. Want we zien dat daar mensen snel overstappen van de gratis accounts naar de betaalde accounts. Mm-hmm. Wat zijn jullie nu aan het doen om groter in Amerika te worden? Ja, we zijn heel veel aan het samenwerken met bijvoorbeeld plaatlabels, muzikanten. Om toch wel exclusieve releases te delen via WeTransfer. Dus er komt heel veel toffe content die we gaan delen met onze gebruikers. En nieuwe gebruikers. Dus dat soort dingen. Heel veel partnerships sluiten met toch wel publicaties. Denk aan een Pitchfork, weet je wel. Een toffe muziekwebsite die behoefte heeft aan traffic. Nou, dat kunnen wij ze geven. Laten we leuke dingen doen samen. Dat soort dingen. Ja. Hey, je hebt eerder al gezegd van in principe bij ons, tenzij je een betaald account hebt, maar we weten niet wie je bent of we willen het ook niet weten, et cetera. Maar we zitten eigenlijk juist in een wereld waar het heel vaak over gaat. Als je weet wie je klanten zijn en des te meer je daarvan weet, dan kun je ze beter bedienen en kan je meer aan verdienen, et cetera. Data is een nieuw goud, sowieso. Wij zijn een beetje eigenwijs. Ja, je bent heel eigenwijs. Maar zit er ook niet, zou je niet nog een ander account kunnen starten? Dat je tegen mij zegt van, joh, als jij nu mijn gegevens geeft, dan kunnen we je een klein beetje helpen met... dan kan je me ook helpen op goede muziek die gedeeld wordt door labels, et cetera. Ja.
Dat kan. Maar dat ga je niet doen. Dit is jullie. Nee, ik denk dat het belangrijk. Alles kan. Je kan zoveel fucking features toevoegen aan je product. Maar ik denk maar dat het heel niet? Duidelijk en heel belangrijk is. Is dat je niet te veel shit toevoegt. Zodat je product onoverzichtelijk wordt. Maar waar zit jouw weerstand dan tegen het relevanter maken van je reclame? Door gewoon een paar dingen te verzamelen over je klanten. Ja, nee, je kan het, we kunnen daar zeker nog heel veel innovatie toevoegen. Je zei net, je doet het alleen op landniveau. Nee, het zou natuurlijk ongelooflijk helpen als je wat meer weet over je... En zelfs dat weten we al. Ik denk alleen qua proces werkt het beter als je op landelijk verkoopt. Wij willen niet een competitie aangaan met Google AdWords, weet je wel. Fuck die shit. Wij zien ons als een soort branding platform, waardoor je nog met esthetisch beelden je merk neer kan zetten. Het zijn geen tekstadvertenties. Dus distancieren wij ons van. Hoe meer jij kunt vertellen over de mensen wie jouw klanten zijn, hoe meer jouw advertentieruimte waard is. Dus waar zit die weerstand? Nou, wij hebben een grotere advertentiewaarde dan dat je bij Facebook en... Klopt, maar je zou hem dus nog groter kunnen maken als je targeting zou toepassen. Ja. Maar waar zit de weerstand? Ik denk dat we langzaam groeien. Ik denk één ding waar wij relevanter in kunnen zijn is... als wij weten dat mensen bijvoorbeeld veel foto's versturen, dat je dan meer advertenties zou kunnen laten zien die met fotografie te maken hebben. Denk daaraan. En dat zijn dingen die op onze wishlist staan. Maar nogmaals, we zijn een klein team. We kunnen niet alles tegelijk. Ja. Maar die innovaties komen. Ja, Oké, dus je kijkt er wel naar. Het is alleen tot nu toe nog gewoon niet op de roadmap. Ja, we checken alles. En ik denk wat interessant is bij WeTransfer is dat we heel erg goed luisteren naar de feedback van onze users. En samen met die feedback nieuwe features gaan uitrollen. En het liefst zonder dat je het door hebt. Hey, dat esthetische van mooie reclames. Is dat iets van jullie of heb je het gevoel dat het ook echt leeft bij je klanten? Nou, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het opvoeden van dat gedachtegoed. Met name bij de mediabureaus. Besteden jullie daar veel tijd en energie aan? Ja. We nemen heel veel tijd weg bij mediabureaus door het gewoon zelf te maken. En aan te geven bij mediabureaus van, wij zouden het zo doen. Hoeven hun het alleen maar aan door te brieven van, keurt de klant dit goed? Ja, top. Hoppa, is iedereen blij. Oké, dus je hebt zelf... We hebben zelf dat initiatief genomen. Ja. Was ook een learning curve voor ons, hoor. Ik bedoel, ik heb heel vaak heel recalcitrant gezegd van... shit is lelijk, maar dat werkt ook niet. Dat werkt niet. Raak je klant ook kwijt. Ja, dat werkt dus niet. Nu doen we het zelf, dus ja. Ja. Hey, als je zegt over learning curves, dus wat je geleerd hebt... wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt de afgelopen paar jaar? Dat klinkt heel cheesy, maar dat is dat je heel bewust en heel goed moet kiezen met wie je samenwerkt. Dus je partners, je team, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Er vroeg net ook al iemand op Twitter, wat is de volgende start-up die Nalde gaat beginnen naast WeTransfer? Ja, dat is op zich een hele logische en goede vraag hoor. Maar ik heb ook geleerd, door dat soort dingen te doen, dat je eigenlijk gewoon het beste eerst iets kan afmaken voordat je met het volgende begint. Het is all about focus. Ja, ik heb nu twee bedrijven en die je tegelijk doet en dat is gewoon gekkenhuis. Dat is gewoon als mens ga je daar best slecht onder. Maar het is wel heel leuk, dus dat houdt je op de been. Die energie zorgt ervoor dat je het blijft doen. Maar de volgende zal ongetwijfeld komen. Laten we daarop houden. Is het eigenlijk te veel, die twee bedrijven? Nou, ik denk wel dat het beter is dat je gewoon volledig dedicated kan zijn aan één team, aan één zaak, aan één business. En als je dat gevoelsmatig hebt afgeslopen, dat draait. Gelukkig met WeTransfer, dat draait al best wel goed. Weet je, dat staat. Dan kan je weer iets nieuws beginnen. Maar tegelijk twee start-ups doen is mental. Dat is gewoon, dat wil je. Dat zou ik niet zo snel meer adviseren. Nee. Hey, jij bent WeTransfer gestart en speelt natuurlijk helemaal. Als ik nu aan jouw personeel vraag, of jouw collega's, of je paar, hoe je het ook gewoon moet opschrijven, je collega's. Wat is jouw belangrijkste rol in het bedrijf nu?
Ik denk dat ik gewoon mag aanschrijven bij dit. Ja, ben jij het uithangbord? Ja, ik heb natuurlijk mijn partner Bas. Die zorgt voornamelijk dat we een lopende organisatie hebben. Stuurt op productniveau de mensen aan. Ik help met de sales en marketing. En we hebben ons geheime wapen, Steven Verkerk. Ja. Die echt goud is en ervoor heeft gezorgd dat WeTransfer een bepaalde soort professionalisering heeft doorgemaakt. Dus ja, het is een team effort. Iedereen challenged elkaar. En dat vind ik super tof. Ik leer van iedereen uit het team. Ja, ik vroeg me al af waarom we weinig vragen krijgen, maar Twitter ligt eruit. Ja, dat had ik ook niet. Vet relaxed. Ja, ongelooflijk. Yes. Ga je misschien even het scherm erbij pakken? Er is iets technisch fout. Laat het scherm maar even zien. Er is iets technisch fout. Treurige bedankt voor het opmerken. Mark de Vries er even bij trekken. Die zou nog een keertje komen begin van het jaar. Dus die vertaling? Huh? Doet die vertaling of niet? Nou, dat hoop ik niet, maar hij is wel hoofd van Twitter in Nederland. Oh, meen je? Ja, ja. Oh, dus ja, dan ga ik hem even willen. Ja. Ja. Ah, leuk. Ja. Dus, nee, het werkt nog steeds. Ja, oh ja, nou hebben we weer wat. Yes. Ja, dan, te laat hoor. Twitter vragen. Zoek het allemaal lekker uit. Vragen kunnen gewoon op Ed Nalden en Ed Fast Moving. Ja, zo. Dan komt het goed en dan spelen wij het allemaal weer door. Hartstikke goed. Hey, hartstikke heel ontzettend bedankt, man. Heel leuk jullie dat je weer was. En wij gaan je zien op Sauber Zuidwesten. Sowieso. Want wij zijn daar ook weer van de partij. Je kan gewoon gratis naar Dutch Fellows. Zeg gewoon dat je Michiel Frakkers kent en je krijgt een bandje. Oké, nou is het goed. Is echt zo, denk ik vorig jaar ook. Oké, okay, Nou ja, dan heb jij het overtuigd. Er zijn ook mensen die stonden een beetje bedruimeld aan, maar jij aan die ingang bij die grote security types die er ook in doen. Leuk dit. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Topnames. Wij zijn er iedere dinsdagavond als je live wil kijken. Het is het allerleukste ondertussen. Door laten we ook de microfoons altijd nog een beetje openstaan. Ja, wil je het on-demand volgen via de site fastmovingtargets.nl of via ons YouTube kanaal. Dankjewel. Dag. Yeah. Oh ja, een hele goede.